Dames en heren, goedemiddag vanuit Woerden. Bij de wedstrijd tussen Sportlust 46 en VV Gemert. Een belangrijke wedstrijd. Sportlust staat natuurlijk op de vierde plaats. En de wedstrijd is begonnen. Ja, die bal die komt helemaal vrij. Dat is Tali Matero. Die voluit de bal voor zijn voeten krijgt. Denk nog even na en haalt de bal voluit. 1-0 voor Sportlust 46 in de zevende minuut. Berg van de bal. Bergvens. Een steekpaas tussendoor. En dit is Lagmucci die probeert uit te halen, maar dat schot was niet sterk genoeg. Door een zetje van Groothuizen. Ja, dat is een pingel. Een handsbal. Iedereen twijfelde wie gaat die bal nemen, maar het is Lagmucci die zegt, ga maar die bal maar. Ik schiet hem er wel even in. Lagmucci. Ja, die... in de tweede instantie schiet hij alsnog die bal erin. De bal erin schiet. Sportlust met 2-0 voor in de 18e minuut. Dat is een heerlijke opsteker. Azad. Azad wederom is Sagmucci. En die kan voluit halen. Inmiddels El Amadi. Peulders schoot de bal weer op het doel van Tielemans. Ja, dat is een verre bal. Gelukkig nog een eind weg. Maar dat is doelman Antonioli. Wordt geraakt. Laten we hopen dat dat geen ernstige blessure op te leveren. Ja, die bal had hij los. En nou is het doel, maar hij had die bal niet klem vast. Maar geeft wel een vrije trap. Die speelt de bal goed naar Helma, die gaat de bal. Gaat het 3-0 binnen. Uitstekende paas van Montero. Speelt de bal in de diepte. Op Helma die. Twijfelt niet. Gaat richting de keeper. En schiet hem al in de verhoek. 3-0 voor Sportlust 46 in de 37e minuut. Ja, die bal was scherp en hard. En dit moet een prooi zijn voor Antonioli. Inderdaad, bal klem vast. Met de hoekschop. Nou, haal maar uit, Heideman. Had een schot in gedachten. En dat loopt ten oude nood maar goed af. Terwijl Remco de Leeuw warm gaat lopen. Maar de bal net niet lekker voorgezet. En die voorzet die belandt in de handen van Doemel Tielemans. En dat zal ongetwijfeld ten koste gaan van Peltuizen. Ja, daar is Zacharias Sati. Die voluit tegenhalen. En op een fantastische manier uithaalt. Hard en hoog. Zacharias Sati, back in town. Nee. 4-0 voor Sportlust 46. En wat ik al zei, inderdaad, Groothuizen gaat het veld af. En het is Remco de Weert die voor nieuwe impulsen mag gaan zorgen in de spits. Remco die voluit mag halen, maar via de buitenkant van de paal gaat hij naast het doel. Het schot van Remco de Weert ging dus net naast. Ja, nu is het even een beetje zoek achterin. Maar die bal
belandt gelukkig in de handen van doelman Antonioli. En die bal die gaat net naast het doel van Antonioli. Ja, nu krijgt... Ja, die bal moest overgetikt worden. Ja, die bal die gaat er dan toch nog in. Scheidsrechter geeft goed voordeel. Het is invaller Safir Kizir die dan de 4-1 op het... En dan is het scheidsrechter Broekhuizen die voor het einde fluit. Sportlust winst met 4-1 van VVG Metz. We wensen u nog een heel fijn weekend.